Ja, Tom van Weert, vooraf als je een puntje pakt bij de nummer 4, dan zeg je dat is oké. Maar achteraf denk ik dat jullie ja, dit als een nederlaag voelen, de 0-0. Ja, klopt. We hebben denk ik vandaag laten zien dat wij de betere partij waren hier. En dat wij de beste kans hebben gehad. En dat wij de overwinning hadden moeten meenemen. Ik vond het misschien wel jullie beste wedstrijd tot nu toe dit seizoen. Nou ja, dat van de kant misschien. Ik had in ieder geval het idee dat we sterker waren. Dat de Heracles moeite had met ons spel. Dat wij gevaarlijker werden. En als je daaruit kijkt, als je ziet hoeveel kansen we hebben gecreëerd in de uitwedstrijd. Dat is goed. Alleen dan moet je ze wel benutten. En dan ga je weg met een overwinning. En dan kijk ik jou aan, want jouw professie is doelpunten maken. Dat maak je ook heel vaak. Maar wat heb je kansen gekregen? Ja, klopt. Eerste helft 3 momenten. Eerste paal achter stambeen die voor langs gaat. Tweede moment die ik langs schiet, dat was denk ik de grootste kans. En derde was ook nog een rebound die ik overschoot. Dat was denk ik wel de moeilijkste. Ja, die tweede, sok je van de kans, want de bal kwam via Muiters ineens voor je voeten? Ja, via Castro. Omdat hij hem heel raar losliet, zat er een beetje een effect aan. En daardoor liep ik denk ik iets te snel in en kwam ik uiteindelijk niet goed uit met mijn passen. En een reactie... Kan hij dan wel eens ernaast gaan. En die neem ik mezelf wel kwalijk. Als spits moet die bal erin. Maar jullie hebben echt volwassen gespeeld, ook als een team. En dit moet wel heel veel vertrouwen geven voor de toekomst, hè? Ja, zeker. We halen hier ook wel weer heel veel goede dingen uit. Als je hier uit bij Heracles op dit moment de nummer 4 van de competitie, dit op de mat kan leggen, dit kan creëren en aan de bal ook nog wel redelijk kan voetballen, dan geeft vertrouwen. En dan laat Weert zien dat we in de uitwedstrijden heel erg sterk uit voor de dag kunnen komen. Ja, voor de vijfde keer op rij pakken jullie punten uit. En onderin, Graafschap verliest weer, Cambuur verliest weer. Langzaam maar zeker kunnen jullie misschien al gaan denken aan een langer verblijf weer, hè? Nou ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Maar je ziet wel dat we het elke week nu laten zien. En het is geen toeval dat we hier vandaag weer goed voor de dag komen en een puntje pakken. En als je vooraf zou zeggen dat wij hier de betere partij waren en de meeste kansen hadden gehad, dan had je ervoor getekend. Dus jammer dat we 3 punten niet hebben gepakt, maar het biedt veel perspectief. En het gat naar onder wordt groter. Wat is nu die formule dat jullie zo moeilijk te kloppen zijn voor al die ploegen? Nou, ik denk dat iedereen op dit moment redelijk in zijn kwaliteit komt te spelen. Dat ze moeilijk grip op ons kunnen hebben voorin, omdat we veel vrijheid hebben. We laten de backs van hun veel aan de bal. En dat is de positie waar ze de bal mogen hebben en waar ze vaak niet tot een voetballende oplossing kunnen komen. Nou, dan gaan ze vaak een lange bal spelen. En dan staan er twee van onze sterke jongens die allebei 90, 100 kilo wegen volgens mij. Dus die winnen veel duels en dan komen we er heel gevaarlijk uit en dan komen we in onze kwaliteiten. En zoals je ziet weer moeilijk te bespelen voor de tegenstander. En zaterdag de Rotterdamse derby tegen Feyenoord. Moet Feyenoord zich zorgen maken? Nou ja, het vertrouwen is er en de resultaten zijn er ook de laatste weken. Dus waarom niet?